juryoverleg is geweest. Ik heb een leuk gesprek gehad. Ik heb met Theo gesproken. Ik heb met andere juries gesproken. Het was in ieder geval een leuk gesprek. Super tof dat je kijkt naar Gloonio Vlog. Mijn naam is Van de Pas, zoals iedereen weet. Oh, heerlijk geslapen. Alleen. Ik heb even snel gedoucht en aangekleed omdat ik vandaag een belangrijk gesprekje heb met een paar mensen van Special Media Award. Ik ga de jury overleggen dadelijk wie de winnaar gaat worden van Special Media Award. We gaan het zien allemaal. Nu even lekker bij wakker worden om me lekker klaar te maken voor dadelijk de overleg. En natuurlijk denk je, ik ga dat niet vloggen. Ook niet wat... Maar we gaan in ieder geval een gesprek houden over Special Media Award. Ja, ik ben benieuwd wat jullie allemaal denken van wie de winnaar gaat worden. Dus vandaar. Ik ben benieuwd. Ik denk dat anderen ook wel benieuwd zijn. Ik heb Teun even gesproken of hij zin had in vandaag. Ik had Cars gesproken vandaag. Of die ook zin heeft. Ze hebben allebei zin in. En we gaan het allemaal vanmiddag gewoon horen. Ja, en jullie gaan niks voor. Ik ga dadelijk vanmiddag horen wie de winnaar gaat worden allemaal. Van alles. En jullie binnenkort 10 november. Check het. Zet in je agenda 10 november op Special Media Award op YouTube account. Oh, en dat is ook weer gebeurd achter de computer. En ik denk dat ik even een berichtje ga sturen voor Rick ga opbellen. Om te chillen. Kijk wat hij gaat doen vandaag. Ik weet niet wat hij... plan heeft vandaag. Misschien zegt hij, kom gaan even naar buiten chillen of wat dan ook. Wie weet, misschien gaan we dat doen. Maar dan ga ik hem even zo meteen even opbellen. Dus. En ik zie het lekker zonnetje voorbij komen. Oh, wat is dat lekker zeg. Lekker nijters. En wat was de juryoverleg moeilijk. Echt ongelukkig moeilijk. Wie de winnaar is, wat dan ook. Laat ik niet weten. Maar wil je het weten, kijk op 10 november Special Media Award 2020. Het wordt ongelooflijk, kan ik je nu al zeggen, ongelooflijk leuk Special Media Award. Hoe dat eruit gaat zien. En ook voor de winnaars en kandidaat om zo te zeggen, wordt het superleuk. Dat kan ik je ook alvast zeggen. Maar, ik ga nu even Rico bellen. En dan ga ik kijken wat hij gaat doen vandaag. En we gaan het horen zometeen. En jullie ook. Ik heb net opgebeld, maar hij neemt niet op. Maar ja, is hij wat anders aan het doen denk ik. Maar ja, dan ga ik, wat ik ga doen, dat is dan dit even maar opruimen. Doe dan maar. Ja. En ik al zei natuurlijk, door als Climate Editor, dat ik lekker een rolgordijn open gaan gooien. Dus ga ik dat even doen. Doe ik even wel zo. Vind ik al goed genoeg. Dus, ja. Ik heb er ongelooflijk, ga ik maar dat even opruimen, hoor ik al eens zien. Oh, nee. Maar ja, ga ik het er klaarmaken om, even dat afdraaien en dan misschien word ik nog teruggebeld, nog gebeld door Rick. Wie weet, zo zit Rick ook in elkaar. Maar ik ga het wel horen. Zo, en na een tijdje heb ik lekker met de groen mee gegeten. En mijn camera doet ineens heel apart. Want ik wil mijn vader is al langs geweest, maar sinds 10 doet mijn camera apart. Dus ik zit af en toe een beetje even naar de beeld te kijken hoe de beeld is. Maar het is onscherp. Gewoon, excuses afval in ieder geval. En er zit iemand. Nou, ik dacht ik iets hoorde, maar blijkbaar was het lekker maar zo. Maar het is heel apart. Maar oké, okay. Het was super gezellig met de groep mee eten. In ieder geval. En ik ben vooral vergeten mee te nemen. Want we hebben daar lekker patat lopen eten. Maar toen was er overpatat, dus ik heb een airfryer erin gebracht. Maar die ligt nu nog daar zo. Dat is slim, dus daar ben ik nog vergeten mee te nemen. Maar ja, komt wel een andere keertje. Maakt niet uit. Geen stress. Dus was het. En even wel een beetje hier en daar opgeruimd. Na de vergadering ook een beetje al gedaan. Dus ja, het moest even gebeuren vandaar. Het ziet er wel beter uit zo, vind ik. Nou, ik ga even nog mijn video afkijken op mijn computer. En dan ga ik klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Want morgen moet ik vroeg op. Alweer 6 uur waarschijnlijk. En ik word wakker geweld. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar... het is een goede nieuw, een leuk nieuws voor mij dat ik dan de hele middag lekker thuis zit en wat anders dat ik dingen kan doen. Zo, oh,
Zo. Ja. Ook weer gebeurd. Ik moest even mijn rolgordijn op doen. Maar nu zit hij goed, gelukkig. En wat ik al zei, even klaarmaken. Lekker mijn bed in. En de eerste video. Want ja, morgen vroeg op. Wat ik al zei, al een paar dagen. En het wordt even wennen van mij. Even knop proberen om te draaien. Maar op een moment ben ik denk ik ook aangewend aan die manier. Dus. En excuses er nog voor. Even voor ik al even nog. Dat het korte vlog is. Maar ja, het is niet anders. Maar ik heb gewoon heel veel dingen voor Special Media wordt gedaan. Achter, zoals jullie weten. Maar de resultaat gaan jullie binnenkort zien op 10 november. Nogmaals, check 10 november. Zet in je agenda. En ga sowieso kijken. Zou het super tof zijn als jij naar Special Media wordt gaan kijken. Ik ben in ieder geval wel bij om te kijken. En ik heb ongelooflijk veel zin om naar te kijken. Ja. En dan ga ik nu maar lekker, nogmaals wat ik zei, een bedje in en lekker gaan slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Ja, ik voel me helemaal uittrekken, jongen. Niet normaal, gewoon. Echt geweldig, ik heb nog een minuut. Minder dan een minuut, meer dan een minuut bedoel ik. En ik voel me gewoon letterlijk trekken. En het is een grappig gevoel eigenlijk.